Hallo allemaal. Nou, nu ga je aan. Welkom terug bij Delphi. Ja, sorry, ik was even naar de snackbar gelopen. 1, 2, 3, 4, ja. Welkom terug bij deel 4. Waar zijn we allemaal mee bezig? Jij bent op de middelbare school. Jij bent op school, oké. Nu heb je huiswerk gedaan, neem ik aan. Jij wel. Jij ook. Wanneer moet jij werken? Over 35 minuten. Je moet je rapporten nog invullen. Fuck. Oh, dat moet ik weer even zoeken waar dat staat. Werk? Nee. Werkboek? Nee. Web. Ja, rapport in ieder geval. En jij? Oh, dat gaan jullie nooit redden. Werk? Semi. Zo. Op het recht dat jullie zitten, zijn jullie wel weg. Nou, dan ga je me maar wat laten komen. Jij bent klaar, ja, ga naar je werk. Oh nee, nee, jij doet het te lang over. Ga naar je werk. Oh, maar zij zit alweer terug. Zij is alweer terug. Hoe zit het met jou? Jij huiswerk. Jij het huiswerk nog doen? Ja, jij moet nog huiswerk maken. Het is niet voor vandaag, maar gemaakt is gemaakt. Want ik zit er altijd gewoon. Te checken. Je ziet het, ik doe het één keer niet en ze hebben. Ja, hij heeft op tijd zijn werk kunnen afkrijgen. Net aan is hij, maar ja, die van haar was wel sterk. Hij gaat naar school. Waarom voor zoveel uploads vind ik hetzelfde? En diegene is niet de enige, hoor. Er zijn er meerdere die dat doen. De uploaden ze zo vaak achter elkaar uploaden. Ik ga waarschijnlijk ook. Sims 3 uploaden. Even kijken, wie is er terugkomt van je werk? Ja, jij. Achter de computer. Een 8,5. Je deed het beter dan mijn vorige Sim, want die had een 8. Ja. Zie je vakken. Oh, terug. Waar gaan we in? Economie. Oh nee, laat maar. Nee, laat maar. Thuis. Wetenschap. Gewoon een taken, ja. 250, 510, ja. Perfect. En geen lening. En jij gaat rapporten invullen. Dat was het. Web rapporten invullen. Volgens mij is Steve ook thuis. Ja. Jij gaat ook. Ja, jij zit alleen met de oude nelen, dus ga jij maar even tv kijken. Ga maar even trainen. Opzouten. Jij. Staat hij op 3? Ja, hallo.
Ja, ga zitten. Goed zo. Want ik moet je van het werk sturen. Werk. Zeven mijn rapporten invullen. Zo. Ze mag ook wel wat aan de papier hebben onder. Let's feast on this. Een beetje fitness kan je niet. Ja, misschien dat ik ook wel wat meer computers ga neerzetten. Twee keer hier eentje en hier eentje voor hun, zodat iedereen een computer heeft. Zo. Zoveel jaar spreek ik niet. Je bent bijna klaar. Hou je mond, maak het eerst klaar. Hij mag wel groen zijn, maar hij is nog niet klaar. Alexa, zit. How many time left? There are no timers set. Set timer 30 minutes. Set timer 30 minutes. 30 minutes, starting now. Thank you. Anytime. Ben je nou een keer klaar? Ja, hé. Jij, moet ik nog voor jou zorg maken? Ja. Oh, je hebt ook weer een prestatie. Dan doe ik het zo. Dan heb je je huiswerk gedaan. Geen prestatie. Dan ga je het doen. En huiswerk gemaakt. Zo. Dan ga je nu aan je prestatie werken. Ja, het zijn vampieren. Ze hebben geen slaap nodig. Maar ik vind het ook niet leuk als ze de hele avond in de ochtend bezig zijn met. Met hun school. Ze zitten buiten hier. Oh, we hebben geen ruimte. Ik zou blij zijn als ze verhuisd zijn. Tenminste ruimte. Informatie vastleggen, want ze zal het nog wel een keer moeten doen. Want de eerste keer is nooit beter. De eerste keer dat ze het deed, moesten ze twee keer vernieuwen. Voordat het een beetje gangbaar wordt. En deze vuilniszakken zijn perfect. Die hoeven ze niet leeg te gooien. Hé, hey, nog een opdracht. Wat? Hé? Hey? Oh, hier. Nee, het is al 12 uur, ze is nog bezig.
Ah, ik kan mijn broodjes van hem nog proeven. Mm. Ah, dat is lekker. Ah. Ik is hem er nog maar eentje van. Oh, ik ga nou mee. Waarom ben jij aan het koken als ik vragen mag? Oh nee, je bent natuurlijk televisie aan het kijken, kookzinder. Ja. Nou, zeg maar, ben jij aan het koken? Je bent een vampier. We hebben een keuken, waarvoor weet ik niet. Ik hou van vampieren, echt, ik hou van de vampieren. En ik ben geen iemand die graag oude nieuwe karakters aanmaakt, want ik hergebruik altijd mijn karakters uit andere opeens, als ze vrij zijn. Zo, hier hebben we Regina, schitterde in mijn allereerste LP. Regina's Revenge, Point of No Return. Maar die werd na 4 of 5 afleveringen kreeg ik bericht van YouTube dat die van mijn kanaal verwijderd werd. De enige reden die ze opgaven was dat het tegen de EULA inging. Nou, ik heb de hele EULA gelezen en ik hou me eigenlijk altijd aan de EULA. Ik geloof het niet. Ik denk dat het er iets anders achter zit, maar er werd geen muziek ingaan gespeeld, dus het is ook, en een copy claim ziet er heel anders uit, die heb ik ook al een keer gehad. Hij is gelukkig wel verwijderd, maar het maakt niet uit. Ik weet hoe die eruit ziet. Dit was geen copy claim. Ik geloof dat ik die video nog steeds online heb, ik ga hem er wel afhalen, want je hoort niks. Want YouTube heeft al dit muziek eraf gehaald, maar dus je hoort niks. Het is alleen een film waar je naar kijkt. Ondermaats. Nee, zij. Verfijning. Hallo. Terug. En daarom heb ik dus haar huiswerk gemaakt voor de band. Het is nu al 2 uur. En is alleen maar met een. Even niet oude hoeren. Wat is je vriendin? Wolfie. Het is niet met jou aan de hand, ik heb geen honger. Fuck op. Nou, breng me naar muziek. Zelnooi. Mensen, lul nou niet met me. Oh, hem verdwaald. Hij is al. What the fuck? What the fuck? I'm really free. You. Maxine, the boy. He Fletcher. I'm storing my machine. Come on. Jij ook. Wegwezen. Zo. Hehe. Rust. Ja, inderdaad. Ik vind het eigenlijk wel raar dat je eerst college krijgt en daarna middelbare school. Volgens mij het eerst middelbare school pik uit moeten komen en dan college. Je gaat niet eerst naar de college en dan naar de middelbare school. Dit pack bevalt me wel. Ik denk dat ik hem op een gedeelde tweede plek zet. Onder Eco. Eco is altijd mijn eeuwige tweede gebleven, maar deze valt daar heel goed onder. Als derde heb ik van het landbouw gebeuren. En picks die daaronder vallen, die zijn voor mij heel min belangrijk.
gebruik er af en toe onderdelen uit, maar dat is het enige. Hé, hey, dat lijkt wel een CPU wat je daar hebt. Is het informatica wat je doet? Oh. Het zegt niks. Presentatie? Sociaal hacken. Ah ja, hacken, oké. Okay. Het is een soort met van informatica dus. En het is ondertussen al dus 4 uur, hè? En dan had ze de huiswerk er nog 3 keer moeten maken. En ja, dan had ze die presentatie morgen moeten doen. Dan had ze morgen dat probleem gehad. En had ze het overmorgen gedaan, had ze overmorgen dat probleem gehad. Daarom, als ze een presentatie hebt, of ik... Ja, ik kan wel zeggen, het is goed, maar ik heb liever dat ze die presentatie goed maken. En dan maak ik het huiswerk goed. Want anders krijg ze geen kans om daar huiswerk te maken. En wat ik zeg, je kan wel zeggen ik doe het morgen, maar dan zit je met hetzelfde probleem. Nu heb je 2 problemen. Alle problemen uit de wereld geholpen. Dat zou ik zeggen. Oh, haha. Normaal, dit is nog niet goed. Ja, maar ik wil toch liever dat ze even verder gaat ermee. Ze moet zo meteen naar de school, dan niet verder. Met een beetje mazzel kan ze hem dan... het is nu woensdag. Vrijdag inleveren. Is ook een uurtje weg. Met dat. Cowgirl. Uitstekend. Ja, kijk. Alsjeblieft. Misschien dat we ze nu al, want hoe lang ben jij naar school? College over 6 uur. Kan jij nu al... Ik dacht niet dat je nu al kon. Hè? Wat hebben we dat gehad namelijk? Eindrusten. Oh, 8 uur. En jij moet naar school 9 uur? Om 11 uur pas. Oh, dan kan je hem zo meteen gaan inleveren. Om 8 uur. Nee, dan hoef ik jouw werktijden ook niet te veranderen. Nee, oké. Okay. Heel mooi. Doe dat. Wie weet. Hoe hoog is je charisma? Oh, level 10. Oh ja, dat krijg je. Dat wil ik zeggen. Oh, 100 mark. Wat zijn het voor zakkenvullers bij jullie? Hoe hoog is jouw charisma? 4. Oeh. Ik probeer het in ieder geval. Kijk hoeveel jij krijgt. Oh, jij mag niet eens vragen. Schandalig. En jullie, kunnen jullie niks aftroffelen?
Can't do this dish. En niet aan buitenschoolse activiteiten deelnemen. Ze komt op zich. Ze hebben al zo weinig tijd. Oh ja, fitness is ook level 4. Mooi zo. En dan nu? Fitness, level 1. Oeps. Oh, handigheid 2 al. Dat is mooi. Charisma 1. Ondeugd 8. Ja. Programmeren 4. Niet verkeerd. Hoe zit het met u? Charisma 4, dans 2, gamen 8, comedy 3, voeden, koken 1, ja, gekke. Oh shit, we moeten hier nog aan jullie. Ah, we moeten nog allemaal aan jullie vampier dingen denken. Fuck. Dat is het enige wat je niet meenemen. Oh shit. Joe, om maar een begin te maken. Nee, hier is deze. Nee, kom naar beneden. Ga nou niet achter die computer. Ah, man. Nee, ga even alleen, maar ik moet even met hun aan de bak. Jij ook. Nou, jij hebt het boek al gelezen, dat is wel hard. Zijn er niet. Nou, nee, ja, van pierkennis is ook maar één. Oh, kan jij die boeken niet kopen? Wat? Nou, dat moet jij ze kopen, dan kan hij ze ook lezen. Dat mag niet uit. Dan moet ik Jan nog hebben, maar Jan heb ik het ook nog een keer. Joepie. Simona Zero, Fifuru. Scuba Chew. Pratt Pels. Ah, what do you call this? Ben jij klaar? Want jij moet zo werken. Nee, stop nou met ouwe hoeren, alsjeblieft zeg. Ja, ga door even zitten. Ja, ben je klaar? Hey. Level 2. En you? Ook level 2. Kan jij nu boeken kopen? Ah ja, nou, ik wil wel boeken kopen. Oké. Okay. Maar ze zijn al iedereen is weg. Dat komt zelden voor. Nee, ik laat ze niet allemaal tegelijk lezen, want dan. En misschien doe ik het wel of cam, want er gaat heel veel tijd in zitten. Zeg, je moet het met 4 sims doen. Die moeten het allemaal nog doen. En dan kan ze wel naar de galerij halen. Dan zijn die skills wel allemaal zo hoog. Alleen dat vampirisme, et cetera, dat is binnen de 0 gezet. Dat was ik even vergeten. Jennifer is ook weer thuis. Dat is mooi. Mensen stormen toen niet. Ik werd alweer gebeld, maar we op zaten. Wil jij nog iets doen? Oh, je presentatie! Oh. En presentatie geven.
move. En dan moet je over een uurtje naar school, denk ik. 44 minuten. Oh shit. Ik was ook weer een beetje niet aan het opletten. Die kan je wel doen. Want je hebt nou weer je presentatie aan het geven, dus heb je rust. Maar dan kan je. Oh, je moet zo meteen naar school. We zijn nou halverwege en het is 10:45. Oh, je moet over 12 minuten al. Nou, dan kom je maar even een keer te laat. Dat is de tweede keer te laat, maar dat maakt niet uit. Dit is belangrijk. Dit zet je punt in de gang. Zo, en dan ga je meteen naar school. Appakee. Waar wacht je op? Iets zei me van, ik moet op te klikken, want ik vertrouwde het niet. En voilà. Ah, yeah, we zijn op de kermis. Woehoe. Vandaag kunnen we er wel heen. Kijk. Ken jij het ook? Ja, jij kent het ook, dus makkelijk. De eerste keer dat ik het speelde wist ik niet hoe ik moest komen. En ik dacht wel dat hier de tweedehands winkeltjes zijn, maar dat was niet zo, want de tweedehands winkeltjes zit hier. Ergens. Nou, geloof me, het is hier ergens, ik weet niet meer van. Maar ik ben er nou achter, als je kleding wil maken, kinderen zullen kleding in kopen en niet in je huis niet zitten, dat gaat niet zo makkelijk. Ah, wat is er nou? Flikker op. Zijn de telefoon zo rustig begint en in die agenda te schrijven met zijn puntjes. Ik weet niet waar ik woon, ik weet niet waar ik woon. Als ik op rescue en te druk, kom ik niet thuis. Hij wil. Nice. Zo, hoe is het met jou gegaan? Een redelijke cijfer. Oké. Ga jij je huiswerk even maken dan? Dan moet je twee keer huiswerk. Niet zeggen dat het is voltooid. Maar zag je het staan? Het huiswerk van de wijze is voltooid. Nee. They lied to me. Ja, in de kamer der rust. Want je hoort helemaal niks. Je bent onder de grond. Dat is toch wel een heerlijke studeren zo. Wat is er aan de hand? De levensstijl verdient. Ja, hartstikke mooi. Mensen, we hebben geld nodig. We zitten pas op 23k. Ik hoop dat we de 25 halen. Dat zal wel niet. 24 moeten we wel redden, want we zitten op 23,989. Dus. Met twee werkende sims. Dus. Ja, oké. Er is weer 750 smonies afgeboekt voor haar. Was het voor haar?
Ik weet het niet meer, maar goed. Je kan niet zeggen, ik geef geen geld uit. Dat gaat moeilijk. Ik heb dit uitgeschakeld. Waarom krijg ik dan nog steeds berichten? Flikker op. Stom, wat ze hebben kunnen maken. Zeg, jemig. Jemig. Ik denk ook, ik ga een LP doen. Dan kan ik alleen maar geld verdienen door middel van kleding te verkopen. Wat je mezelf moest maken. Oh, laat die dan maar even zitten. Sorry, ik wist niet dat je al zo snel naar school moest. Ik dacht eerlijk gezegd dat je klaar was met school. Het is met 9:54, waar moet je dan heen? Netwerk verkeerd trekken. Nibor? Ja, boy, ja. Ja, lul niet. Schrijf met je huiswerk door. Je moet zo naar school. Van 15 tot 4:30. Van 3 tot 4:30. Je gaat weer te laat komen. Wil jij gaan naar school? Ja, oké. Okay. Onvoldoende. Claudia brengt het op gewoon bijzonder teleurstellend vanaf. Ze moeten er even een optie zien te doen. What the fuck kan ze nou nog meer doen? Ze maakt altijd huiswerk, dus ja, fuck it. Skiba, Wimpa, Wimsklebina. Jumba. Ja, hoe kan je huiswerk beginnen op schieten? Bruna Bush. Sabine Saponario Sabar. Oh my Sorg. Oh, 510. Nee, we gaan uit. Oh, wat hebben we een bonus erbij? Nee. Jawel, 510. Oh. Dus we zitten op het 25k. Ja. Yay! Yeah. Maar dat is niet te doen hoor. Want dat duurt zo lang voordat je wat verkoopt. Dat je op de duur zit je zonder stroom en dan kan je niks meer doen. Dan kan je niks meer doen. Dus dat was voor mij een no-go. Ik heb zelfs geprobeerd in Sims 3 een LP te doen. Dat is moeilijk. Met een vampier. Je hebt wel een. Je kan een skill hebben krijgen dat je tegen de zon kan, maar dan moet je 30.000 punten hebben. En dat duurt een tijdje voordat je dat bent. Dus ik had er een baan gegeven dat ze 's nachts moest werken. Yes. En in de Sims 3 vind ik de genie de beste Sims ding om mee te spelen. Ik ga altijd schoonmaken. Hup, schoon. Het begint cooler te worden, gelukkig. En ik begin een koffie te krijgen. Wat blijft me eigenlijk? 10:50. Oh, kan ik wel even een pakje zetten zo. Het heeft bij mij gelukkig geen effect op mijn slaap als ik koffie drink vlak voor de bed valt. Wat is Susa? Hey, heb jij juist weer nou gemaakt?
Dacht dat ze nog huiswerk maken. Kom op. Oh, je hebt gisteren dus je huiswerk niet gemaakt. Terwijl ze dat altijd uit de eigen doet. Waar is nou weer jouw schrift? Je kan hem wel verstoppen, maar ik vind hem toch wel. Dan kan ik hem niet vinden, dan koop ik een nieuwe. Dus huiswerk wiskunde van robots. Huiswerk netwerkverkeer. En dat was het. Wat is er aan de hand? Ik honger? Ja. Dan gaan we dat mandje weg in plaats. Ook honger. Ik weet niet waarom de ene vaker honger, sneller honger heeft dan de ander. Maar ik weet dat ik misschien ze in de gaten moet houden, dat ze niet gaan ouwe hoeren, want het duurt dus helemaal lang. Maar anders stuur ik haar naar boven, dan gaat ze dan maar daar zit ik maken. Die andere is ook met huiswerk bezig. Ja, oké. Okay. Jullie moeten je werk nog doen. Dat zal ik het weer vergeten. You. Web. Rapporten invullen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop je in deel 5 te zien. Doei doei. Of 6 bedoel ik.